Zeg, kijk nou eens. Bas ligt nog in zijn bed. Geen zin om op te staan. Joh, het is al 9 uur hoor. Je moet er nodig uit, zegt Barbara als ze even komt kijken waar hij blijft. Je ei wordt koud. Ach, ik voel me niet zo lekker, zegt Bas. Je moet je niet zo aanstellen hoor, zegt Barbara. Maar als ze voor alle zekerheid even zijn pols voelt, schrikt ze toch wel een beetje. Nou, je hart gaat wel tekeer, zeg. Je hebt vast koorts. De thermometer komt eraan te pas. En ja hoor, 39,9. Dat is niet mis. Griep natuurlijk. En ik heb je nog zo gezegd, hou je borstrok nog maar een paar weken aan. Maar nee hoor, 1 dag mooi weer en meneer trekt zijn wolletje uit. Nou, kijk maar uit dat je het zelf niet te pakken krijgt, bromt Bas van onder de dekens. Ik kijk wel uit, zegt Barbara. Ik ben niet zo dom als jij. Maar een paar dagen later zijn de rollen omgedraaid. Nu heeft Barbara het te pakken. Ik denk dat ik je heb aangestoken, joh, zegt Bas. Dat heb je met griep. Het is besmettelijk. Maar ik zal je lekker verwennen. Wat wil je eten vanmiddag? Praat me niet over eten, zegt Barbara. Nou, dan maar een glas appelsap, zegt Bas. Dat is wel zo makkelijk. Heb jij ook al griep gehad? Gelukkig duurt het meestal niet zo lang, hè? En het gaat vanzelf wel weer over. Daarom wordt er ook niet zoveel aan gedaan. Maar er zijn andere besmettelijke ziekten die veel gevaarlijker zijn dan griep. Tyfus bijvoorbeeld, of pokken, of TBC. En je hebt vast wel eens gehoord van melaatsheid. Nou, als je dat vroeger had, dan mocht je niet eens meer tussen de gezonde mensen in blijven wonen. Dan werd je uit je woonplaats gezet. En als je in de buurt van gezonde mensen kwam, dan moest je ze waarschuwen door te roepen of te klepperen met een soort ratel. Nou, gelukkig hoeft dat hier tegenwoordig niet meer. Er zijn nu geneesmiddelen voor. Daarom ga je naar de dokter als je zo'n ziekte hebt en krijg je medicijnen. En voor de meeste besmettelijke ziekten kun je je zelfs laten inenten. Dan word je er helemaal niet meer door aangestoken. Zeg, weet je nog dat we het de vorige keer ook gehad hebben over besmettelijk en aanstekelijk? Misschien weet je het spreekwoord nog wel wat daarover ging. Er kwamen appels in voor. Ja, 1 rotte appel in de mand maakt al het gave fruit te schand. Maar we hadden het toen niet over besmettelijke ziekten. Weet je nog waar we het wel over hadden? Precies, over de verkeerde dingen die je doet, want die werken ook aanstekelijk. Denk maar eens aan dat jongetje van de vorige keer, dat alsmaar Kate wilde schoppen op school. Nou, eens zo'n jongen in de klas en het duurt niet lang of de hele boel staat op stelten. Kate schoppen werkt heel aanstekelijk, dat weet je zelf waarschijnlijk ook wel. En dat is met de meeste dingen zo die verkeerd zijn. Of daar geen geneesmiddelen voor zijn? Nou, soms wil een pak slaag nog wel eens helpen, of strafwerk. Maar een pak slaag of straf is eigenlijk geen geneesmiddel. Je wordt er niet plotseling beter van. Het kan je wel tegenhouden om het verkeerde te doen. En dat is met bekeuringen van de politie en straffen van de rechter eigenlijk net zo. Je komt erdoor aan de weet dat het niet goed is wat je doet. En ze houden je ook tegen om het verkeerde te doen. Maar je wordt er niet door veranderd of genezen. Van binnen blijf je precies hetzelfde. Ja, dat is eigenlijk altijd al zo geweest. Kijk maar eens in de Bijbel naar de geschiedenis van het volk Israël. Ondanks alle waarschuwingen en straffen ging het toch iedere keer weer mis. Dat kwam omdat de mensen er niet echt door veranderd werden. Daarom lees je in het begin van de Bijbel ook zo vaak over doodstraffen. Dat was de enige manier om te voorkomen dat de rest van het volk ook zou worden aangestoken door het verkeerde. En meer dan eens heeft God ook zelf moeten ingrijpen. Waarom dat tegenwoordig nooit meer gebeurt? Ja, bij die vraag waren we de vorige keer gebleven, hè? Waarom grijpt God tegenwoordig niet meer in? In de 10 geboden staat toch dat God in bepaalde gevallen zelfs ingrijpt tot in het 3e en 4e geslacht. Maar het lijkt wel alsof dat tegenwoordig niet meer gebeurt. Waarom eigenlijk niet? Weet jij het? Waarom God in onze tijd niet meer ingrijpt met straffen zoals vroeger bij de Israëlieten? Zal ik het je zeggen? Dat komt omdat er nu wel een geneesmiddel is voor al het verkeerde wat in ons zit. En als je nu goed oplet, dan zal ik je precies zeggen hoe dat geneesmiddel werkt. Het heeft te maken met de allereerste Goede Vrijdag,
toen de Heer Jezus werd gekruisigd. Toen deed hij iets wat maar weinig mensen weten. Ik zal het je laten lezen. Dit is een stukje uit de Bijbel over de Heer Jezus. En ik bedoel dit regeltje. Die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft. Begrijp je het een beetje? Met zonden worden natuurlijk de verkeerde dingen bedoeld die we doen of die we in ons hebben. En wat zou er bedoeld worden met het hout? Ja, het kruis waaraan de Heer Jezus werd gehangen. Er staat hier dus dat de Heer Jezus onze zonden, dat zijn dan alle verkeerde dingen die we in ons hebben, in zijn lichaam aan het kruis heeft gedaan. En als je dat weet, dan weet je meteen het geneesmiddel voor alle verkeerde dingen waar je mee zit. Nu zal ik je laten zien hoe dat werkt. Stel je voor dat je geniepig bent. Je vindt het lekker om anderen te pesten en aan het huilen te maken, of om ze pijn te doen. Wat moet je nu doen wanneer je die geniepigheid in je voelt opkomen? Dan moet je in gedachten kijken naar het kruis van de Heer Jezus. En je weet nu dat hij jouw geniepigheid daar ook aan het kruis heeft gehangen. Dan is het net alsof de Heer Jezus tegen je zegt: "Joh, ik heb die zonde van jou, die geniepigheid, daar al lang weggehangen toen ik gekruisigd werd. Wat moet jij daar nu nog mee? Laat het maar los, want die geniepigheid hoort helemaal niet bij jou. Dat hangt al aan het kruis." En dan merk je dat het werkt. Je kunt het zo loslaten. Hoe dat nou kan? Ja, dat weet ik ook niet. Maar dat het zo is, dat kan iedereen zelf aan de weet komen door het te doen. Elke keer als er iets in je opkomt wat niet deugt, kun je daar weer gebruik van maken. En het werkt zelfs bij de allerergste zonden, waar vroeger de doodstraf op stond, omdat er geen vergeving voor was. Door wat de Heer Jezus aan het kruis heeft gedaan, kunnen wij nu verlost worden van alles wat verkeerd is. Dus weet je nu waarom God in deze tijd niet meer ingrijpt met straffen, zoals vroeger bij de Israëlieten? Precies, omdat er nu een geneesmiddel voor is. Net zoals iemand met een besmettelijke ziekte hier tegenwoordig naar de dokter kan gaan, moeten we met de verkeerde dingen die we doen bij de Heere Jezus zijn. Ik zal je nog één keer laten zien hoe dat gaat. Wanneer er dus iets verkeerds bij je opkomt, kijk dan in gedachten naar het kruis, waar de Heere Jezus dat verkeerde van je al lang heeft weggehangen. Dan zul je merken dat je het zo kunt loslaten.